Zo wordt er wat geknabbeld. Wordt er af en toe wat naar de wedstrijd gekeken. Maar er is niet zo heel veel op het veld. Misschien dat Groningen nu iets zou zou kunnen richten. Antuna. Dobben. Ruimte om uit te halen. Zoekt hij. Maar die krijgt hij natuurlijk niet. Dat weten ze bij ADO ook wel. Antuna. Haalt er een hoekschop uit. Dat levert in ieder geval applaus op uit het uitvak. De corner wordt dan ook vrij makkelijk weggekopt door Nesit, Rustić en El Kayati. En de uitbraak wordt er niet vooruit gehaald. Dan ligt het helemaal open. Hoi, kan hem zo breed leggen. Is het buitenspel of niet? De paas is net niet goed. Nee, wat kan dat voorkomen? Onvoorstelbaar zwak verdedigd van Groningen. En Hoi legt die bal veel te dicht bij Pat. Het is geen buitenspel, maar zo ver voor Becker dat de Pat er nog tussen kan komen en Becker er eigenlijk niks mee kan. Ze zijn niet geheel tevreden met wat ze allemaal zien. Je speelt tegen een ploeg zonder vertrouwen, zoals ADO nu doet. Dan verwacht je wat meer van de thuisploeg. Doman krijgt een behoorlijke tik. Voordeel gegeven aan Groningen. En dat is Moreira. Waar gaat bal dit? Handwerken naar Doman. Helemaal vrij voor het doel. Die bal moet ineens. Maar die moet dan ook beter zijn. Kanon, Kuipers, Becker, dat is nogal knap gedaan, Nesit, Nokeyati. Nokeyati, voorzet is goed en levert het doelpunt op. Hoi scoort, maar ja. Als iemand van ADO anders dan El Kayati scoort, dan weet je toch wel dat hij op zijn minst aan de basis heeft gestaan van het doelpunt. En dat is ook nu weer het geval met een heerlijke assist. Hij komt er hier te makkelijk langs. Dat mag Groningen zich aanrekenen, maar wat legt hij hem dan fijn neer. En schiet mooi hem prima in. Klap afgemaakt, beheerst afgemaakt. Maar Buijs hekken het over toe zijn ploeg niet natuurlijk. Danny Buijs wordt meteen toegezongen door het ADO-publiek door Midden-Noord. Antuna. Doan vraagt, Doan krijgt. Kan door naar handwerken. Via Mendes Moreira wellicht. Die probeert het gewoon zelf. En biedt daarna zijn excuses aan. Ja, ik had die misschien wel aan moeten spelen. Immers. Is dat een overtreding van Rustić? Immers blijft liggen. Het voordeel is gegeven. Hoi. Troepé buitendoor. Nou, dat is voorlopig niet nodig. Immers ligt nog. Groningen kan door. Groningen is eruit met een paar man. Daar komt Beugelsdijk. Dennis Moreira had het doorzien. Ja, dan ligt er ruimte voor Doan. Die heeft Antuna onder andere voor het doel. Die vraagt om de bal. Daar is Warmerdam niet. En Antuna ook niet. Hey. Vlag is ook nog eens een keer omhoog voor buitenspel. Ik weet niet of dat de pijn verzacht of niet. Dan is Groningen er een keer gevaarlijk uit. Lijkt de voorzet ook een keer goed te zijn. Maar wordt het niet afgerond, nee. Becker. Geen vrije trap. Groenendijk protesteert. Groningen kan eruit komen. Het vier man. Tegen voorlopig vier van ADO. Het is omdat El Kayati niet vol mee kan. Zelfs even 5-4. Wat doet Groningen ermee? Ja. Warmerdam claimt Hens.
claimt de strafschop, gaat hij niet krijgen. Ik zou zeggen dat van opzet geen sprake is. Hooi. Vrije trap voor ADO. Dat is weer een aangename plek. El Kayati neemt hem heel aardig. De bal schiet door, maar wordt door iedereen gemist. Handig gedaan. Door actie Bekken, immers. Nog maar eens een corner voor ADO. Maar komt er ook een counterkans? Bijna niet, want Nezit heeft toch een aardige kopkans. Pad red. Nezit recht op de doelman. Dus een relatief makkelijke redding voor Sergio Pad. Hier pogingje van de Looi in de redding is er van Groothuizen. Doan. Mahi, controle is goed. Paas zo de voet van El Kayati die hem dan zo richting Antuna speelt. Nog een assist van El Kayati, maar een onbedoelde zou zomaar kunnen. Maar hij schiet hem in het zijnet. Excuses nu van de man die alles mogelijk maakt in dit stadion. Zelfs de kansen van FC Groningen. Dat zal niet helemaal de bedoeling zijn. Mahi levert zomaar in. El Kayati levert zomaar in. Ja, je kan dit wel gerust dan typerend voor de wedstrijd noemen. Paas was niet goed. Er is een counterkant voor ADO met Gosens. Paas is ook niet goed. Niet heel lekker in tot nu toe, Gosens. Doan. Pol. Schot van Warmerdam. Groothuizen redt. Spelen van ADO, maar tot bij Immers. Dus dat pakt goed uit. En Immers denkt, hey, Lorenzen, die is fit. Lekkere bal van Lex Immers. Gozens sprint om daar voor het doel te komen. Ook Nezit en Hooi hebben zich gemeld. Lorenzen en Pad nog net. Rebound zou er voor Hooi kunnen zijn. Die krijgt hem niet over Pad heen. Troepé. Goffel. Wil de bal terug. Nou, het gaat precies in de voeten van Memisevic. Mahi, goed aangenomen die bal. Pol, kan naar Van Kaan. Dat kan de debutant laten zien. Hij kiest voor een balletje breder naar op Rustic. Er staan heel veel jonkies in het veld nu die het allemaal moeten doen voor Groningen. Antuna. Een makkelijke bal voor Groothuizen. Groningen begon al met een hele jonge ploeg. Er is niet heel veel routine toegevoegd natuurlijk. Fraaie bal hier van Goppel. Die is Chabot kwijt. Hij heeft twee ploeggenoten mee. Zelf schieten kiest hij voor. Dan kan inderdaad maar van Blind naar voren in de hoop dat daar iets mee gedaan kan worden. Kanon komt weg. De bal wordt opgevangen. En is nu bij Van Kaan. Van Kaam zoekt het in het drukke centrum, daar waar een bal op Warmerdam dan misschien wat logischer was geweest. Goppel. Die bal blijft binnen. Van Kaam. Voorzet naar de eerste paal en daar kan hij nog net worden verdedigd. Ja, boosheid terecht bij Kanon, omdat iedereen bij ADO even in slaap valt. En dan komt Pad mee. Op het moment dat de laatste minuut van de extra tijd loopt. De keeper van Groningen was ooit bij Excelsior een keer dichtbij. Dat levert uiteindelijk nog een tegendoelpunt op. Maar toen scoorde hij bijna. De corner is van Rustic, wat aan de hoge kant wordt teruggekopt. Valt en valt goed, maar Groothuizen met een goede redding. En is dat een penalty? Nee, het is een vrije trap voor ADO. Hier is de kans. Het is Memisevic die schiet. Nu is het tijd en wint ADO met 1-0 van Groningen. In een hele matige wedstrijd, eigenlijk van beide kanten.
Nee, diepzuchten. Dan is het wel bij Groenendijk, maar ook bij Buis. Want één fraai moment van El Kayati maakt dan het verschil. Hoi, benut die kans. En het was worstelen, worstelen en nog eens worstelen verder.